Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een klinkersteek maken. Dat is drie stokjes eigenlijk en gewoon groepjes van drie. Maar die haak je wel gewoon door. En de andere toer zijn vaste. Dus dit zijn gewoon vaste. En daar maak je weer drie losse, vaste, drie losse. Je kan dit heel makkelijk maken met restjes wol, omdat je toch van kleur kan veranderen. Dit is een strandtas. Kijk, hier heb je ook een paar toeren met alleen maar vaste. En ja, om de strandtas te sluiten heb ik er gewoon een leuk koord aan gemaakt. Omdat het best wel een makkelijke steek is, dacht ik van nou, een klein project is gewoon ook makkelijk om te maken. Een telefoonhoesje wordt dit. Wil je dit telefoonhoesje maken, dan zet je 24 losse steken op. Als je die losse steek hebt opgezet, dan sluit je de ring. En dan maak je de eerste toer met alleen stokjes. En de tweede toer, daar ben ik nu aan het uitleggen, dat is eigenlijk maar twee toeren. Het zijn stokjes en vaste en losse. En nu gaan we gewoon verder met de vaste. Maar je begint dus met een toer. Eerst losse, dan sluit je de ring. Dan zet je de 25 stokjes op. En dan sluit je die stokjes en dan ga je met vaste en losse verder. We gaan nu even dit hoesje verder maken. Ik heb drie losse gedaan, weer een vaste, drie losse en een vaste zet je gewoon hier tussen. Je hoeft niet in het veetje of zo te kijken. 1, 2, 3. Je slaat er drie over en je zet een vaste tussen de stokjes. Drie losse, één vaste tussen de stokjes. Drie losse en je slaat drie stokjes over en je gaat precies tussen een vaste. Drie losse en dan ga je weer met een ander kleurtje verder. Je sluit hem bij die vaste. En omdat je met een ander kleurtje verder gaat, laat je er twee lusjes op je naald staan. En dan gaan we nu weer verder met een ander kleurtje. En omdat we stokjes gaan maken, moet je eerst drie losse maken. Is dit het eerste stokje van de toer? En dan gaan we nu alleen nog maar stokjes maken. Eén. Twee. En je gaat gewoon door, hè, met de stokjes. Je hoeft niet een los of zo tussendoor te doen. Je pakt gewoon weer je ritme van drie stokjes.
En weer drie stokjes. Het enige wat je hoeft te doen is even tot 3 te tellen en verder kan je gewoon lekker doorhaken. En je hebt toch een speels effect door de kleurtjes. Dan zijn we bij de laatste en omdat dit als stokje telt, gaan we nu 2 stokjes hierin maken. En dan sluit je de toer hier bovenaan met een vaste. En dan gaan we nu weer een ander kleurtje pakken. Dan pakken we een kleurtje wat we nog hebben. Dan zetten we hier dus een vaste in. Dus je gaat eerst erdoor, je pakt de kleur en je zet een vaste. Dan ga je weer 1, 2, 3 lossen. Je zet weer hier die vaste in. En je pakt weer 3 lossen. En je zet weer om de 3 stokjes 1 vaste. 1, 2, 3 lossen. 1 vaste. 3 lossen. 1 vaste. Je kan ook even kijken hoe het een beetje staat, hè? Hoe ver je komt met je telefoon. Nou, we moeten denk ik nog wel een paar toeren om de telefoon even helemaal te bedekken. Drie lossen. 1 vaste, 3 lossen, 3 lossen. En we sluiten de toer hier. En we laten eigenlijk 2 lusjes op de naald, omdat we nu van kleur verwisselen. Dus we kijken even nog naar een nieuw kleurtje. En dan sluiten we de toer. En omdat we nu weer stokjes gaan maken, gaan we nu 1, 2, 3 lossen. En we gaan weer 3 stokjes maken. 1, 2, 3. En we gaan gewoon verder met 3 stokjes tellen. 1, 2, 3. Drie. En omdat deze dus als stokje telt, zet je er hier 2 tussen. Twee.
En dan sluit je de tool weer hierbovenaan. En laat je even twee lussen op je naald staan, want dan begin je weer met een nieuw kleurtje. En dan zet je hier even een vaste in. En je pakt weer drie lossen. En je gaat weer verder. Je slaat drie stokjes over en je pakt weer een vaste. En weer drie lossen. En zo maak je het helemaal af. Net zolang tot je eigenlijk je hoesje van je telefoon helemaal tot de bovenkant klaar hebt. Dan kan je gewoon afhechten. De onderkant naai je netjes dicht. Je kan er nog een mooi sierrandje om maken. Maar dit is dus de opengewerkte klinkersteek. Ik hoop dat je dat dit duidelijk is geweest. Ik hoop ook dat je jezelf abonneert op dit YouTube kanaal.